bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. Ik ben in de kleedkamer alweer. We gaan weer lekker dansen voor de examen trainen. Voor het examen trainen. Toch, Noah? Ja. Yay. Leuk dat je kijkt. Goedemorgen. Yay. Zwaaien jullie ook even? Hallo. Oké, jongens. We hebben lekker pauze. We gaan nu even naar de bagels en beans. Hoe moet je dat nou zien? Ze zwaaiden. Op die grond. Oh joh, Wouter, we staan geen stap buiten en er gebeurt al zoveel. Even centraal. Het weer is onwijs aangenaam. Het is zo lekker weer. Eindelijk de zon schijnt. Ja. Super. We gaan even lekker lunchen bij de bagels en de beans. Ja. It's been a while, maar we hebben er zo'n zin in. Eerste keer van het jaar. Eerste keer van dit jaar, dus dat is ook leuk. Volgens mij was de laatste keer bij Krantus. En toen zaten we daar binnen, toch? We zaten ook nog een keer binnen. Nee, dat was inderdaad. Was bij Krantus met Femi en met Annika. Of was het niet van het begin van het schooljaar ergens nog? Ik kan het niet meer herinneren. Nee, ik kan me ook niet meer herinneren eigenlijk. Ja, ik heb het. We gaan er niet zeggen, toch? Ja, deze is er niet meer. Volgens mij bestaat ze niet meer. Oh, ja, weet je dat? Die man zei, are you vlogging? Overal wordt er gewerkt. Overal aan de weg. Je kan straks niet eens meer ergens lopen. Nee. Het is echt bizar. Dan al dat steen rondom dat stadhuis, voor degene die daarna kennen. Daar is de steen op. Daar is de HEMA. En daar is het stadhuis. Daarachter op school. Maar anyway. En daar is de Shamin. om heel dat stadhuis. Oh, al die tegels moeten naar boven. Dus je kan mij het schelen. Zet een bril op als je die goed neerlegt. Kan mij het schelen, maar haal dat instrument weg. Wat een hard geluid. Ja, ik zou denken, het doet allemaal in één keer. Maar ze doen dus allemaal kleine stukjes. Dus het is om de maand moet je weer ergens anders lopen. Ja. En dan weer zo. Kijk, daar was die bagels in de bind. Helemaal close. Nee, ze was natuurlijk open. Oh, hij is gewoon open. Oh. En hartstikke open. Huh? Nou, dan zag het er toen heel dicht uit, alsof het nooit meer bestond. Nee, datgene wat ernaast ik dan deed. Oh. Maar jij was abuis. Ik was helemaal abuis. Oh. Nou goed, ik voel me net als een koe in de wei. Het is zo lekker buiten. Ja, we gaan even lunchen, jongens, daar komt het op neer. Maar waar was je nou met je verhaal? Dat alles zo naar boven moest, die tegels, het grind. Ja, maar het hele verhaal is van afgrond. Oh, het is klaar. Ja. Maar misschien herkennen jullie dat wel ergens, bij jou ook in de buurt. Oh, hier ook, hier staat het is nooit een keer af. Het is nooit. Het is nooit een keer af. De gemeente die, zijn met al die tofgas daar. Die vrouw, die laat nu al die duiven gaan. Leuk, hè? Eigenlijk moet je er doorheen rennen. Ja, nou ja. Nou. Ik heb zo'n heerlijk lentegevoel. Ik ben daar zo blij om. Ja. Ik heb nog nooit in al die jaren... Zo. Dat klonk echt heel eng. Ik heb nog nooit in al die jaren zo'n heerlijke snak gehad naar lente. Ja, kijk. Wat? Ze verplaatsen al die stenen met... of vervangen al die stenen met gewoon asfalt. Met die trambanen. Dus vandaar. Dus dat gaat daar ook gebeuren. Ja, hartstikke onnodig. Ja. Want die stenen waren gewoon... Die stenen waren perfect. Weet je, ga eerst maar even deze stoep hier aanpassen. Waar je gewoon je nek over brengt. Ja, nou, daar ga je al. Lekker. Oh, nou. Hoor uw probleem. Ja hoor. Ja, ze willen even op de foto, die meiden. Kom maar. Leuk! Nou, leuk! Ze zit hier via de oorbel. Oh, die hebben ze laten zetten. Sinds wanneer? Nou, meid, ik denk ook. Nou, sinds volgens mij sinds de voorjaarsvakantie. Wanneer? Nou, het is voorjaarsvakantie. Ik bedoel waar. Oh! Die camera is trouwens heel vies. Oké, wij gaan hier ook zitten, maar wij gaan even bidden. Het is heel lekker. Ja. Oké, bedankt. Jullie ook nog? Nee, je hebt het allemaal op. Oh, jij nog niet. Jongens, ik ben helemaal een soort van in shock. Ze hebben hier een soort opkikker jungle juice. Er zit in spinazie, broccoli, avocado, tarwegras, gerstegras, spirulina, mango en appelsap. Ah! Vind ik zo'n combinatie. Ondertussen zitten we hier, maar is bij de McDonald's een menu maar 6 euro. Actie. Ja, maar sfeer slecht. Ik had gisteren ook weer slecht hoor. Het is nooit. Het is nooit gezond. Weet je, ik heb zo'n grote mond over die jungle juice. Dus ik ga hem nu opnemen ook. En dan ga ik 4,95.
En dan zie ik wel wat er gebeurt. Ja. Misschien stijg ik op, misschien word ik eigenlijk een keer gezond. Nou, dit ziet er prima uit. Deze is van boven mooi. Oh ja, een yoghurtbol. Yes. Te gek. Ik ga nou die spirulina ga ik even proberen. Een hele bijzondere smoothie is dit. Cheers op het leven. Oh ja. Oh ja. Oh. 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 Het smaakt heel broccoli-achtig, spinazie. Okay. Wow. Maar wel gezond, ik voel me gelijk helemaal vers. Wat een bron van energie, klap in mijn gezicht. Dat is goed. Ik vind het zo spannend, lekker hoor. Nou, we zitten even lekker op het pleintje. Ja, er zit een zoetzuur in. Even een paar kruimels. Er zit geen kruimel. Ja. Het is alleen maar saus. Dat mag die doffel niet hoor. Maar we zitten even lekker op het pleintje even weer te genieten van de zon. Nu is de zon er, dus nu geniet je. Dit jaar is gewoon hashtag zon. Ja. Hashtag zon. Ja. Dat hoor ik. Stoort dit. Ja. En zeker omdat het wind stil is, dan voel je die zon branden. Ja, ik vind het heel fijn. Allemaal, ik ben net lekker klaar van school. Ging heel goed. Soms heb je een dag die gaat zo fantastisch. En soms heb je een dag die heel wat minder gaat. Maar vandaag ging helemaal goed. Ik ben daar dan weer zo blij om. Het is nog zo lekker licht buiten. Het is echt fantastisch. Ik ga daar heel goed om, merk ik. Het is echt fantastisch. Ik ben lekker weer op de fiets naar huis aan het gaan. En ik zit dan in mijn straat heerlijk onder die bloesembomen te fietsen. Dus dat ruikt echt naar een bepaalde bloesemlucht. Het ruikt zo lekker. En dan ruik je gewoon echt weer die zomerdagen. Dat is zo heerlijk. Ja, je verklaart me voor gek, maar het ruikt zo goed. Ik krijg helemaal gelijk die summer feelings en hooikort. Dat komt ook weer. Ik merk het een heel klein beetje. Dat ik denk van, oh, die ogen beginnen een beetje te prikken, te branden. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb afgelopen jaren er nog niet eens meer zo heel veel last van gehad. Ik heb het idee dat ik een beetje overheen ben gegroeid. Dus dat hoop ik. Maar toch voel je het een klein beetje. Maar niet, vroeger had ik het heel erg hooikort. Oh, nou, dat weet ik nog. Nou, ik werd niet goed hoor. Toen zulke ogen, echt zulke ogen. Oké, you guys. Ik moet heel even mijn computer unlocken. Ik moet heel even wat dingetjes regelen. In verband met het examen en zo. Ik moet heel even. Ik moet ook even mijn armbandje moet ik even loskoppelen. Want bij het examen mag je denk ik geen sieraden aan. Die oorbel mag denk ik wel. Maar die ketting bijvoorbeeld moet even af. En het is niet morgen hoor. Het is overmorgen. Maar dan heb ik in ieder geval dat eraf alvast gehaald. Die ketting doe ik morgen om nog wel even. Maar deze, die moet je dan loskoppelen met een pinnetje. Dit is een soort permanent vriendschapsarmbandje. Yes! Hij is los. Ja! Ik vind hem wel echt heel leuk hoor. Dus na mijn examen doe ik hem weer om. En dan heb ik volgende week optredentjes. En dan moet hij weer even af. Hey allemaal, niet schrikken hoor. Ik ben even onder de douche geweest. Ik ga even lekker thee zetten. Daar heb ik echt super veel zin in. Dan kan ik echt even een soort van genieten. En dan weet ik ook van, oh ja, dan kan ik gewoon altijd lekkerder slapen. Dat werkt toch ergens, ik weet niet, dat werkt gewoon, vind ik. Gewoon lekker wat kamillethee of zo. Of rooibos thee. Oh, daar ga ik helemaal goed op. Ik doe altijd na douchen mijn haar lekker plat. Want anders staat het morgen zo bol. En je kent mijn haar als je de vlogs kijkt. Dus dit is alleen maar fijn. Oei, en dan zie je dit. Heerlijke boterkoekrepen. Meid, wat lekker. Of ik neem gewoon niks een keer. Nee, ik neem gewoon een keer even helemaal niks. Gewoon alleen thee. Ja, waarom? Hier in huis wordt eigenlijk alleen door mij thee gedronken. Dus ik ben de enige die de theezakjes zeg maar beheerst. Maar ik zit nu even die pot uit te zoeken. Eén die heeft zeg maar gewoon een leuk theedoosje. Waar ik eigenlijk ook wel liever naar snak. Maar ik vind dit ook wel iets hebben. Zo'n leuke pot waar je al die zakjes in ziet zitten. Dat vind ik zo enig. Hier liggen allemaal zakjes. En eigenlijk alle smaken liggen gewoon door elkaar. Dus ik zag deze liggen. Ik ga lekker appel nemen van Pickwick. Heerlijk.
Maar even een lekker frisse thee. Ik ben eigenlijk in voor alle thee hoor. Behalve deze thee. De standaard English thee, zwarte thee, weet ik veel. Ik vind dat zo niet lekker. Ik vind verder, volgens mij vind ik iedere thee lekker. Maar die Engelse thee, die breakfast, English breakfast thee. Nou, de rillingen lopen over mijn lichaam. Gemberthee vind ik ook lekker. Ik heb trouwens deze waanzinnige mok. Deze is van de Action. Die is zo groot. Dus er past lekker veel thee in. Oh, dit ruikt naar appel. Oh, heerlijk. Ik ben wel zo iemand. Ik doe één zakje gewoon per kop. En dan gooi ik hem weg. Want dan vind ik het gewoon klaar met thee. Mits je meerdere mokken moet vullen. Dan zou je misschien nog kunnen switchen. Hè, maar... Ik drink één mok thee en dan, ja, weet je, daarna is het klaar. Daarna hoef ik vaak niet nog één. Dus dan gooi ik het gewoon gelijk weg. Nu verklaar je me ook voor gek, maar ik vind het best wel fijn om te zien dat dingen opgaan. Dus zoals dit gaat, begint een beetje op te raken. Dan kan ik alvast weer na gaan denken over, oeh, nieuwe thee. Welke smaak nu, weet je wel. Als het zo eindeloos vol blijft, dan word ik ook niet goed. Ik heb dat trouwens met alles. Met alles. Als ik zie dat er nog maar 3 koekjes in zo'n pak liggen, dan vreet ik gewoon die 3 koekjes nu nog op. En dan kan dat plastic lekker weg. En dan kan ik weer nieuwe koekjes halen. Zo ben ik. Ook kunnen denken, nou, die 3 koekjes, neem maar 1 en heb je er morgen nog 2. Nee hoor, ik vreet ze alle 3 op, kan dat allemaal gelijk weg. Oké, lieve allemaal, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Dat haar, oh my god. Ik ga lekker de vlog afsluiten. Ik vond het hartstikke gezellig, jongens. Cheers met een kop thee, dit is je sign. Om ook even een theetje te zetten. Of misschien een koffietje. Ik zou gaan voor een theetje. Bedankt voor het kijken. Morgen ben ik er weer om 3 uur op Daily JC. Fijn dat je hebt gekeken.